Hoe kunnen vrouwen zich beschermen tegen SOA's? Hoe kunnen vrouwen zich beschermen tegen SOA's? In je seksleven ervaar je genot en voldoening. Dat is goed voor de gezondheid van elke vrouw. Seks is een geweldige manier om emotionele stress te verminderen. Bovendien werkt het vaak als een ervaren van verbondenheid en helpt het om relaties sterker te maken. Natuurlijk is seks ook een erg leuke activiteit. Vergeet echter niet om jezelf te beschermen tegen SOA's. Want seks houdt ook risico's in. Seksueel overdraagbare aandoeningen, SOA's, kunnen bijvoorbeeld emotioneel, lichamelijk en geestelijk ongemak veroorzaken. Bovendien kunnen ze ernstige medische problemen veroorzaken, zoals onvruchtbaarheid. De basisfeiten over seksueel overdraagbare aandoeningen, SOA's kunnen chronische bekkenpijn veroorzaken. Dit tast niet alleen je plezier tijdens seks aan, maar het zal ook een impact hebben op je leven in het algemeen en bovendien elke dag. Als je niet meer kunt genieten van seks, dan begin je seks meer als een opdracht te zien dan als een aangename activiteit. Een gezond seksleven vereist heel wat werk. Gelukkig is het meestal zo dat je inspanningen de moeite waard zijn. Vergeet niet dat als je een seksueel actieve vrouw bent, je het risico loopt op SOA's. Hoe meer partners je hebt, hoe groter het risico. Maar dat betekent uiteraard niet dat je geen SOA kan oplopen als je zelden seks hebt, want je bent zelfs niet eens volledig veilig als je voor de eerste keer seks hebt. Maar er is goed nieuws, er bestaan manieren om je te beschermen tegen SOA's. Ze zijn niet allemaal volledig veilig, maar ze verminderen het risico aanzienlijk. Zorg dat je gevaccineerd bent. Tegenwoordig bestaan er twee soorten SOA's die met een vaccin voorkomen kunnen worden, het humaan papillomavirus, HPV, en hepatitis. Er bestaan twee vaccins die HPV voorkomen, Cervarix en Gardasil. Cervarix beschermt tegen HPV 16 en 18. Die SOA's veroorzaken meestal baarmoederhalskanker. Gardasil beschermt tegen de twee vormen van HPV die we al hebben vermeld, maar ook tegen andere SOA's, die vooral verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van genitale wratten. Beide vaccins zijn het meest doeltreffend wanneer vrouwen ze krijgen wanneer ze pas begonnen zijn met seks te hebben. We mogen ook het andere vaccin niet vergeten. Dat werkt tegen hepatitis B. Vrij veilige seks is de meest doeltreffende manier om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen, die verspreid worden via besmette afscheidingen. Een condoom is misschien minder efficiënt om ziekten te voorkomen die via huidcontact overgebracht worden, maar het vermindert wel het risico op andere aandoeningen. Veilig vrijen zal altijd een voordeel bieden om je te beschermen. Als je altijd bescherming gebruikt, zoals bijvoorbeeld een condoom, dan verminder je de kans dat ziekten tijdens de seksuele daad overgedragen worden. Dit kan zowel bij anale, orale als bij vaginale seks gebeuren. Onthoud goed dat ziekten zoals syfilis, HPV en herpes zelfs tijdens orale seks overgedragen kunnen worden. Laat jezelf testen op seksueel overdraagbare ziekten.
Dat kan de gevolgen van een infectie op lange termijn verminderen. Bacteriële ziekten zoals bijvoorbeeld gonorreu kunnen ernstige gevolgen hebben. Een van die mogelijke gevolgen is onvruchtbaarheid. Maak samen met je nieuwe partner een afspraak om jullie te laten testen. Doe dit voordat jullie een seksuele relatie beginnen. Dat is een beter idee dan je misschien denkt. Op die manier zorgen jullie er beiden voor dat je elkaar niet in gevaar brengt. Door jezelf zo nu en dan te laten testen, behoud je de controle op een gebied dat toch echt wel van belang is. SOA's kunnen een invloed hebben op mensen van elke leeftijd. Zelfs al had je jarenlang een monogaam huwelijk of zelfs al ben je een oudere persoon, er bestaan altijd risico's op het krijgen van een SOA wanneer je bij een nieuwe partner bent. Laat regelmatig een uitstrijkje maken. Eigenlijk moet dit altijd een onderdeel zijn van je gezondheidsonderzoek. Met deze test kan men de eerste tekenen van baarmoederhalskanker vaststellen. De veranderingen als gevolg van de prestadia kunnen behandeld worden voor ze een ernstig probleem worden. In de meeste gevallen wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt door HPV. Veilige seks en je laten vaccineren kunnen dus het risico verminderen. Verschillende types HPV kunnen kanker veroorzaken. Ze kunnen niet allemaal tegengehouden worden met vaccins. Daarom zijn de uitstrijkjes belangrijk, zelfs al heb je HPV-vaccinaties gekregen. Bovendien kan baarmoederhalskanker erg vlug optreden. En de behandelingen om deze kanker tegen te houden, kunnen ook negatieve effecten hebben op je seksleven en op de vruchtbaarheid. Het is dus belangrijk dat je altijd op tijd weet of er zich cervicale veranderingen voordoen in je lichaam. Wacht niet tot de schade onomkeerbaar is. Bestaat er eigenlijk een manier om SOA's te vermijden? Er is maar één betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen SOA's, door geen seks te hebben. Maar volgens vele deskundigen is seks onmisbaar om ten volle van het leven te genieten. Daarom is het belangrijk dat je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Op die manier kan je helemaal genieten van alle voordelen van seks en tegelijkertijd de risico's en de kans op een SOA zo klein mogelijk houden. Een laatste advies: vergeet alle taboes en wees niet beschaamd om de nodige tests te laten doen. Neem ook de verantwoordelijkheid voor je seksualiteit. Jij bent de enige die je lichaam kan beschermen tegen SOA's. Daarom moet je altijd de juiste beslissingen nemen, voor jezelf en voor de mensen rond jou. Als mensen meer gebruik zouden maken van voorzorgsmaatregelen tegen SOA's en als ze zich vaker lieten testen, dan zouden er veel minder gevallen van seksueel overdraagbare ziekten zijn.